Heel veel dank voor de uitnodiging. Het is natuurlijk voor mij echt een eer om hier bij de Piratenpartij te zijn. Sommige mensen die zeiden net tegen mij dat ik een heel klein beetje jullie man in Den Haag ben. Dat vind ik natuurlijk een groot compliment. Ik doe mijn uiterste best om in ieder geval iets van digitalisering, technologie, privacy en internetonderwerpen hoog op die agenda te houden. En ik heb dat ook beloofd nadat Ancilla helaas er niet in geslaagd was om een zetel te bemachtigen. En ik vind het wel heel leuk dat Saskia, dat Saskia hier in Utrecht gaat proberen om een zetel te halen. En dat jullie ook in Amsterdam mee gaan doen. En ik wens jullie daar heel veel sterkte mee. Want het is alleen maar goed als er meer partijen, meer politici komen die aandacht besteden aan digitalisering. Dus ik vind het fantastisch om hier te zijn. Er waren ook mensen die tegen me zeiden van, goh Kees, naar de Piratenpartij, zou je dat nou wel doen? Is dat handig? Is dat slim? Voor mij voelt dit niet als het hol van de leeuw. Ik heb 2 jaar geleden ook het Oekraïne-referendum gedaan. En toen waren de zaaltjes gevuld met anti-Europese sentimenten nog wel wat negatiever dan hier. Dus ik hoop dat we straks gewoon een mooi en goed gesprek met elkaar kunnen hebben. De reden waarom ik de komende 2 weken een aantal debatten zal doen, is omdat ik wel vind dat ik, met name juist ik, als D66er die vorig jaar tegen deze wet heeft gestemd en nu campagne voert voor deze wet, dat ik wel verantwoording moet afleggen aan mensen die aan mij vragen, ja Kees, hoe zit dat nou? En je was een jaar geleden 180 graden anders. En hoe komt dat nou? Dus ik ben hier vooral om verantwoording af te leggen en om ook inhoudelijke vragen natuurlijk te beantwoorden. En ook samen te kijken hoe we die toekomst nou kunnen inrichten. Rico, ik vond jouw verhaal, ik heb een paar dingen opgeschreven. Daar wil ik eerst kort even wat over zeggen. Ik heb opgeschreven het woord vertrouwen. En ik vind wel dat jouw verhaal heel erg gebaseerd is op een soort van structureel wantrouwen in alles wat de overheid doet. En in het bijzonder datgene wat de overheid doet op digitaal vlak. En ik begrijp dat wantrouwen. En dat wantrouwen is ook nodig om ervoor te zorgen dat dingen beter gaan. Er zijn heel veel dingen niet goed gegaan in het verleden wat met betrekking tot de overheid en digitalisering, internet, privacy. Maar om nou de vergelijking tussen de WIF en de Stasi te trekken, gaat mij nogal ver. Vergelijken met andere landen, bijvoorbeeld encryptie, Duitsland, Engeland, Frankrijk. Ja, die landen zijn bezig om encryptie te doorbreken. Nederland niet. Nederland, het kabinet in Nederland heeft echt het standpunt dat encryptie geen achterdeurtjes en verzwakkingen mag hebben. Ja, en dat is op dit moment gewoon het beleid. Dus daar moeten we ook dan op vertrouwen, vind ik. Een onafhankelijke commissie, Rico, die de slager die zijn eigen vlees keurt, omdat een onafhankelijke commissie de minister controleert. Ik denk dat de CTIVD, want daar hebben we het hier over als het gaat om de commissie achteraf, dat die wel degelijk bewezen heeft om in de afgelopen 54 rapporten die ze hebben uitgebracht, uitermate kritisch durft te zijn over de inlichtingendienst en ook vaak de vinger op de zere plek heeft gelegd. Dus dat is niet zomaar even een toezichthouder in de categorie de slager die zijn eigen vlees keurt. Overigens, als een slager zijn eigen vlees keurt, dan heeft hij natuurlijk ook belang bij dat het vlees goed is, want hij moet het verkopen aan mensen. Dus een slager die zijn eigen vlees keurt, ja, dat wordt vaak gezegd, vaak keurt hij ook best wel goed zijn vlees. Maar ik snap jullie zorg. Helemaal eens, Rico, waar het gaat om de terreurswalbes, zoals Arjen Lubach dat noemt, hè. Ik ben ook vaak, als ik kritisch was over wetgeving die bedoeld was om kinderporno en terrorisme te bestrijden, als ik daar dan niet voor was, dan zei ze, nou, de volgende aanslag is ook jouw schuld, Kees. Ik heb dat soort dingen ook wel eens gehoord. Dat is inderdaad flauwekul. En het is ook waar dat veel van de daders in het verleden al in het vizier waren. Dat is absoluut waar. Ja, tot slot, over jouw verhaal, en dan hou ik even kort mijn eigen aftrap. Dat de data nooit meer weg zouden gaan. Internet heeft een goed geheugen en data zijn inderdaad, doordat ze snel worden verspreid en op veel plekken terechtkomen, zijn ze inderdaad niet zomaar weg te halen. Maar dit soort data komt terecht bij de diensten en de diensten hebben gewoon allerlei wettelijke regels waar ze aan moeten voldoen om die data te vernietigen als er niks mee gebeurt. En het is bijvoorbeeld zo dat alle data die met dat, ik noem het liever een trechter. Ik heb het in het verleden ook wel een sleepwet genoemd, maar ik zal er zo nog iets over zeggen. Maar als je dus de data die je binnenhaalt gelijk gaat filteren en dat gebeurt en 98% blijkt allerlei verkeer te zijn en informatie zijn waar je absoluut niks mee wil, dan wordt dat gelijk vernietigd. We moeten dus niet het beeld oproepen dat er totaal geen data of DNA-profielen of andersoortige informatie zal worden vernietigd, want dat staat gewoon in de wet. Dus iedereen die tegen mij zegt, ja Kees, je hebt nu wat in het regeerakkoord geregeld, maar datgene wat je hebt geregeld moet eigenlijk in de wet staan. Die moeten niet tegelijkertijd zeggen dat datgene wat in de wet staat toch niet gebeurt. Want dan kun je zeggen dat de wet ook geen zin heeft. Dan kun je zeggen dat niks zin heeft. En dat vind ik, dat is niet de manier waarop ik naar de wereld kijk. Maar een gezonde dosis wantrouwen tegen de overheid die steeds meer informatie verzamelt over burgers,
Daar zijn we het in deze zaal volledig mee eens. Wat zou ik aan jullie willen vertellen? Volgens mij komen we dadelijk met het verhaal van Arjen en daarna het debat ook nog wel op wat inhoudelijkere en wat meer technische onderdelen. Dus ik wil eigenlijk gewoon even kort politiek uitleggen wat ik nou de afgelopen jaar eigenlijk gedaan heb. Gewoon zodat jullie dat begrijpen en dat jullie daar je mening over kunnen vormen. Nou, ruim een jaar geleden, in februari, was de behandeling van de wet in de Tweede Kamer. Ik heb daar toen uitgebreid werk van gemaakt. Ik heb eerst, daar was overigens heel weinig aandacht voor. Er was niet veel aandacht voor de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten en de behandeling daarvan. Het was een beetje aan het eind van de regeerperiode. Een uitgeputte minister Plasterk die moest die wet nog door de Kamer halen. Het was vlak voor de verkiezingen en eigenlijk had niemand er zin in. Nou, ik heb toch, omdat ik wist, ook vanwege mijn voorliefde voor dit onderwerp, ik dacht dit is een belangrijke wet. Het gaat over veiligheid, het gaat over vrijheid, het gaat over privacy en dat ook nog in het digitale tijdperk waar we de komende jaren steeds meer te maken mee krijgen. Dus ik vond het een belangrijke wet, dus ik heb honderden bladzijden tekst gelezen en geprobeerd zo goed mogelijk erin te verdiepen. Vervolgens heb ik 75 minuten lang in de Kamer gepraat. Mijn collega's die namen me dat zeer kwalijk, want die wilden gewoon vroeg naar huis. Die hadden zoiets, nou Kees, wat ga jij nou weer doen? Ik zei, nou jongens, mag ik ook één keer gewoon eens uitgebreid bij een bepaalde wet stilstaan? Dat vonden ze allemaal niet interessant. Ik heb toen 20 amendementen ingediend om die wet op heel veel verschillende onderdelen beter te maken. Ik heb mijn uiterste best gedaan. De ministers zaten in vak A, die luisterden naar mij en die begonnen antwoord te geven. En uiteindelijk werd duidelijk dat eigenlijk niks van mijn voorstellen werd overgenomen. Toen hebben we daar vervolgens in de fractie, want dat doen wij altijd, over gesproken en gezegd, ja, wat moeten we hier nou mee? Want een deel van de fractie vond echt dat het een belangrijke wet is. Niet alleen een wet die ons land veiliger maakt, maar ook een wet die ervoor zorgt dat we controle op die diensten hebben. Want voor de vorige WIF was er helemaal geen wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Toen deden die diensten gewoon van alles en niemand wist wat ze deden. En er was ook geen wettelijk kader. Dus voor het tijdperk van de wetten was er gewoon geen wet en konden de diensten eigenlijk alles doen. Dus het is niet alleen een wet die veiligheid moet regelen, maar die ook grip op die diensten moet regelen. Nou, deel van de fractie vond dat we voor moesten zijn. Ik zei, nou jongens, ik vind toch echt dat we te weinig ons zin hebben gekregen. Na een lange discussie hebben we tegengestemd. Ook in de Eerste Kamer hebben we tegengestemd. Maar 114 van de 150 zetels in de Tweede Kamer hebben gewoon voorgestemd. Een ruime meerderheid. Eigenlijk alleen D66, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren hebben tegengestemd. De rest van de partijen hebben allemaal voorgestemd. Ook in de Eerste Kamer was een ruime meerderheid. Dus die wet werd gewoon aangenomen. Door Tweede en Eerste Kamer. En daarmee was het gewoon een feit. Die wet was er gewoon en die ging van kracht. Einde verhaal. Totdat de formatie begon. En iedereen natuurlijk keek naar D66, omdat wij natuurlijk 19 zetels gehaald hadden en een van de partijen waren die bereid was om te gaan regeren. En toen was de formatie bezig en dat duurde, zoals jullie weten, bijna een half jaar. En dat ging over allerlei onderwerpen. Er werd door allerlei verschillende mensen en Kamerleden en betrokkenen werd er onderhandeld. En op een gegeven moment, aan het eind van de formatie, dacht ik, ja, ik wil toch kijken of ik nog wat aan die wet, die al aangenomen werd op de inlichting en veiligheidsdiensten, kan doen. Tegelijkertijd werd er ook een referendumactiviteit opgestart door die 5 studenten. En dat liep allemaal een beetje tegelijkertijd samen. En toen heb ik uiteindelijk een aantal overleggen op het ministerie van Defensie gehad. Bij de toenmalige minister van Defensie, Janine Hennis. We waren aangesteld om met z'n twee te kijken of we toch nog iets van de zorg van D66 weg konden nemen door afspraken te maken in het regeerakkoord. Die andere drie partijen, CDA, VVD, ChristenUnie, waren allemaal ruim voorstander van die wet. En die hadden allemaal geen enkele behoefte aan. Maar ik zat de hele tijd te drammen. Ik zei, ik wil dat we toch nog wat dingen over die wet opschrijven. En uiteindelijk hebben we toen die prachtige volzinnen, jij noemt het regeltjes Rico, maar ik noem het prachtige volzin in het regeerakkoord geschreven, waarin we drie dingen hebben afgesproken. 1, we gaan die wet na 2 jaar onafhankelijk evalueren. Dat was niet de wens van de partij, want dat zou eigenlijk pas na 5 jaar zijn. Als het nodig is, dan gaan we die wet ook veranderen. Die intentie is uitgesproken in het regeerakkoord. Dus dat is een uitzicht op wetsverandering als dat uit de evaluatie nodig blijkt te zijn. Bijvoorbeeld omdat er te ruim en ongericht mensen worden afgeluisterd. En ten derde hebben de regeringspartijen afgesproken, en dat is ook al in de handelingen in de Tweede Kamer uitgebreid aan de orde geweest. En de toezichthouder, de CTVD, die, nu horen jullie ook wat ik zeg, nou ja, want alles wat ik hiervoor gezegd heb, dat was hopelijk verstaanbaar. En zeer, zeer, zeer belangrijk en relevant. En ook uit een goed hart. Maar die heeft ook gezegd, van, nou, door alles wat er afgelopen jaar aan handelingen is toegevoegd aan die wet, is er al veel meer grip op gekomen. Maar we hebben in ieder geval afgesproken dat er geen sprake kan, mag en zal zijn van een sleepwet.
En heel veel criticasses, ook bij ons de Jonge Democraten en Amnesty International en Bits of Freedom, allemaal organisaties die ik hoog heb zitten, de Piratenpartij, die zeggen allemaal, ja Kees, dat had je in de wet moeten zetten. Ja, dat heb ik geprobeerd, alleen 114 van de 150 zetels in de Tweede Kamer hebben dat allemaal afgewezen en ik heb daarna mijn volgende kans gepakt en dat was tijdens de formatie. Wat was het alternatief? Niks doen. Ik had ook niks kunnen doen. Inderdaad, ik had ook gewoon kunnen zeggen, nou deze wet is aangenomen, we schrijven er niks over op in het regeerakkoord. Ja, dan was er dus ook niks veranderd. Dan hadden we ook niet de mogelijkheid gehad om op basis van een evaluatie na 2 jaar die wet te verbeteren. Dus de keuze was, doe je wel iets wat niet perfect is, wat niet de schoonheidsprijs verdient, wat niet 100% gelijk hebben is, of doe je niks en ga je langs de zijlijn staan en meeroepen met alle mensen die op basis van theorie of wantrouwen of andere vormen van inzicht op de zaak zeggen, wij hebben gelijk en dit is een slechte wet. Nou, ik ben politicus. Ik ben ook een politicus bij een partij die graag dingen wil veranderen. Ik ben ook politicus in een land wat verdeeld is, waar met meerdere partijen moet worden samengewerkt die over allerlei verschillende zaken denken. En ik ben ook nog eens een politicus die weet dat wetgeving en de controle op wetgeving en samenwerking tussen allerlei verschillende organisaties, zoals hier de diensten, de minister, de toetsingscommissie, dat dat weer barstig is. En toch heb ik besloten om dat wel te doen. Omdat ik er vertrouwen in heb dat we hiermee een haakje hebben gecreëerd, een handvat hebben gecreëerd om de komende jaren vanuit de Kamer en vanuit het kabinet die wet in de gaten te houden. Dus dat is eigenlijk de keuze die ik gemaakt heb. In de formatie, tegen de stroom in, tegen de 3 coalitiepartijen in en tegen die 114 zetels die voor die wet waren in. Nou, dan tot slot. Ik zei het net al, naar aanleiding van het verhaal van Rico. Waar draait deze discussie nou om? Wat ik heel erg merk, is dat de critici, de tegenstanders, met tal van verschillende onderdelen uit die wet komen. Sommigen beginnen over de bewaartermijnen. Anderen beginnen over de toetsingscommissies en de stelsels. Anderen beginnen over de DNA-verzamel, de DNA-profielen die wettelijk mogelijk gemaakt worden. Jullie noemen dat geloof ik een geheime DNA-databank. Nou, er is geen sprake van een geheime DNA-databank. Er is gewoon de bevoegdheid om DNA te verzamelen op basis van toestemming van de minister. En als dat DNA niet gebruikt wordt, dan moet het na 3 maanden weer vernietigd worden. Sommige mensen beginnen over de hackbevoegdheid. Het kunnen hacken van mensen, wat de AVD nu ook al kan, maar ook het via derde hacken. Dus het hacken van iemand die in relatie zou kunnen staan met de target van de diensten. Anderen beginnen over het delen van data met bevriende en zelfs onbevriende partnerdiensten. Allemaal onderwerpen waarbij steeds het neerkomt op vertrouwen. Er zijn namelijk op al die terreinen zijn er zaken geregeld in de wet. En degenen die er kritisch over zijn, die zeggen altijd ja, maar dat gaat toch niet gebeuren. Ja, dat toezicht is toch niet echt. Ja, de minister gaat toch nooit nee zeggen. Ja, die data worden toch niet vernietigd. Op basis van die wet, waar heel veel waarborgen in zitten, een minister. Het is dus eigenlijk zo, als de AIVD iets wil, dan moeten ze eerst precies opschrijven wat ze dan willen. En dan kan dat zijn het intercepteren van kabelverkeer. Maar het kan ook een huiszoeking zijn, het kan van alles zijn. En elke keer moeten ze zeggen, waarom willen we nu dit middel inzetten? Dat moeten ze onderbouwen. Vervolgens moeten ze onderbouwen waarom het middel wat ze inzetten, proportioneel is, oftewel in relatie staat met hetgeen wat ze ermee willen bereiken. En ze moeten ook precies opschrijven hoe ze het willen doen en waarom het noodzakelijk is. En als dat allemaal opgeschreven is, dan gaat de minister zeggen, dit gaan we wel of niet doen. En als de minister dat gedaan heeft, dan komt er een onafhankelijke commissie bestaande uit 3 personen, 2 oud-rechters en een technisch expert. En die zegt, de minister heeft al dan niet terecht toestemming gegeven. Als al die stappen doorlopen zijn, dan mag de dienst iets doen wat inderdaad ingrijpt op de burgerrechten van mensen. Want dat is eigenlijk al het idee bij een bevoegdheid voor een inlichtingendienst. Dat wil zeggen dat ze hebben de bevoegdheid om de privacy iets te schenden, omdat het in het belang is van veiligheid. En als dat allemaal gebeurd is, dan is het allemaal achteraf een commissie, een sterke toezichthouder, de CTVD, die overal in kan. Er is geen land ter wereld waar de toezichthouder op de inlichtingendiensten zoveel informatie en zoveel toegang tot alle dossiers en data kan hebben als in Nederland. En die schrijft dan ons een kritisch rapport. En dan gaan we daarnaast ook nog na 2 jaar die wet onafhankelijk evalueren. En heel goed kijken of er niet te breed getapt wordt, niet te vaak via derden gehackt wordt. Of data niet onterecht is gedeeld met allerlei diensten. En als dat zo is, dan kunnen we die wet nog veranderen. Dus het is niet zo dat we zomaar even snel een wet hebben aangenomen dat er geen grip op is. Daar is heel veel grip op. Maar waar komt het nu op neer? Het komt neer op ons. Het komt neer op ons allemaal. Het komt neer op mij in de Tweede Kamer. Het komt neer op de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Defensie. We zullen de komende jaren, en dat ben ik met iedereen eens, deze wet heel goed in de gaten moeten gaan houden. We zullen heel goed moeten opletten of de intentie van de wet
En ook de intentie van de minister van Binnenlandse Zaken, die plechtig beloofd heeft, we gaan geen hele wijk aftappen op het moment dat we naar iemand aan het zoeken zijn, dat die worden nagekomen. En daar zal ik me de komende jaren, als een beetje ook als een piraat in de Tweede Kamer, daar zal ik me de komende jaren in ieder geval heel erg voor inzetten. Wat jullie moeten stemmen, nou dat is helder, jullie zijn nu tegen. Ik sta toch voor stemmen. Jullie zeggen zelf, een stem tegen is een stem voor een betere wet. En ik zeg, een stem voor is een stem voor een betere wet. Want op basis van het regeerakkoord, op basis van die afspraken, op basis van de discussie die de komende tijd gaat plaatsvinden, zal iedereen deze wet goed in de gaten houden. En zal dit uiteindelijk een gebalanceerde wet zijn met een goede uitvoeringspraktijk. Ik heb daar vertrouwen in. Ik vind jullie wantrouwen heel belangrijk en heel terecht. Maar ik hoop toch dat jullie ook met mij een beetje vertrouwen willen hebben in degene die de komende jaren deze wet heel scherp in de gaten gaan houden. En één van die mensen, dat ben ik. Dank jullie wel. Nou, we gaan zo meteen hebben dat debat en dan komen die dingetjes weer terug als ik ze allemaal onthoud. Maar jullie onthouden ze ook, hè? Want je hebt die briefjes, dan kan je ook vragen opschrijven die je te binnen schoot. En ik ga ook niet op één dingetje ga ik reageren. Want als we nou straks die wet gaan evalueren over 2 jaar, dan daag ik de regering dan en de Kamerleden dan. En ik hoop dat je er dan eigenlijk ook niet meer zit aan verkiezingen hebben, maar goed, dat is een andere discussie. Maar dat die mensen die daar dan die evaluatie inrichten, dat ze gebruik maken van de mensen die vanuit wantrouwen deze campagne voeren. Dus dat je een actieve rol neemt daarin voor Amnesty International, voor Bits of Freedom en voor de Piratenpartij. Want juist de kritische mensen die gaan op een kritische manier kijken naar hoe die wet is uitgevoerd. Niet de mensen die je nu in je toetsingcommissie aanneemt bijvoorbeeld en maken het voorbeeld van Ronald Prins. Doorheen, gaan we even met z'n allen zingen. Even wil me, dan hebben jullie, we gaan eventjes, ook als jullie meerderheid halen dan in de raad, zul je toch samen moeten werken. Te realiseren jullie dat wel. We hebben een refrein gemaakt van één regel of van één woord. Dus er is geen één excuus om niet mee te doen. Nogmaals, er is laatst een psycholoog afgestudeerd. Het blijkt dat een refreintje meezingen zo'n 10 euro eigen risico kan opleveren. Dus kijk maar, je kan al 3 tientjes verdienen ook.